Goedemorgen, beste kijkers. Ik hoop dat jullie mij allemaal kunnen horen. We hadden wat technische problemen in de opstart op deze mooie verkiezingsdag. Voordat we nu gaan starten, wil ik jullie even vragen om door middel van het handje even aan te geven dat je me kunt horen. Want ik heb een melding dat het geluid het niet doet. Dus ik ben even benieuwd of jullie mij allemaal kunnen horen. Even met het duimpje alsjeblieft aangeven of dat lukt. En ik krijg een melding van Dennis dat hij zegt, het gaat prima. Nou, gelukkig. Technische problemen volgens mij dan daarmee opgelost. 17 maart, exact een jaar na de lockdown. En dat betekent dat we een soort van feestelijke dag hebben vandaag. En dat betekent dat we vrienden van het webinar gaan doen vanavond. En als we vrienden van het webinar gaan doen, dan wil dat zeggen dat we vanavond om 8 uur met een aantal mensen bij elkaar komen om te vieren dat we een jaar lang webinars doen. Nou, dat is een heugelijk feit, daar zijn we blij om. We zijn blij dat we dat met zoveel mensen hebben kunnen doen al. En nou, wij kijken er in ieder geval erg naar uit om nou, een soort van feestelijkheid vanavond te hebben. Het is natuurlijk geen heugelijk feit dat we al een jaar lang webinars aan het verzorgen zijn, maar toch dat we deze groep al een jaar lang bij elkaar hebben en dat we met elkaar onderwijskundige inhoud delen, vinden wij fantastisch en we zijn blij dat we dat met jullie mogen doen. Heb je je nu nog niet aangemeld en wil je vanavond om 8 uur net na het stemmen of voordat de uitslagen bekend zijn, meld je nog aan bij Dennis en dan gaan we zorgen dat je nog kunt deelnemen. Een ander punt wat ik graag met jullie wil delen is vorige week aan het eind van het High Impact Teaching Event heb ik ook aangegeven dat we een strippenkaart hebben ontwikkeld. Blijft er werk liggen bij jou in je onderwijsteam waarvan je zegt van god, dat geeft mij toch stress voordat ik die zomervakantie in kan. Een toets die nog afgemaakt moet worden, een evaluatie, een module die herschreven moet worden. Of allerlei tools die je toch nog graag ontwikkeld wil hebben of lessen die je wilt verbeteren. Kijk even op onze site naar die strippenkaart om te zien wat wij voor je kunnen betekenen daarin. Waar gaan we het over hebben vandaag? We gaan het hebben over formatief evalueren. En formatief evalueren, formatief beslissen, dat gaat straks nog wat door elkaar lopen. We gaan daar wat met elkaar over inzoomen. Wat betekent dat nou precies? Maar ik ben benieuwd, wie van jullie is daar al actief mee bezig? Wie is, en dan mag je weer je duimpje omhoog doen, wie is actief bezig met formatief evalueren? Dus duimpje omhoog als je dat doet. Duimpje naar beneden als je zegt, ik doe dat nog te weinig. En ik weet dan ook meteen dat jullie allemaal weer wakker zijn. En dan heb ik het beeld zo'n beetje nu met de duimpjes die ik zie. Dat de meerderheid is nog niet actief met formatief evalueren. Een aantal wel. Hè, dus ik zie een score van 11 die het nog niet doen. 5 die het al wel doen. En een aantal die nog niet gereageerd hebben, die zijn misschien nog niet helemaal de knop van het duimpje gevonden of nog niet helemaal wakker en volgen gewoon lekker de webinar. Een vraag voor de chat, om daar eens op te reageren. Wat is voor jou de essentie van formatief evalueren? Dus graag in de chat daarop een antwoord. Wat is voor jou de essentie van formatief evalueren? Dus pak even je toetsenbord bij de hand en geef eens aan wat voor jou de essentie is. En ik hou dan weer even mijn mond, zodat jullie rustig wat korte zinnen kunnen typen over formatief evalueren.
En ik zie bij Geert, die zegt, ik heb geen duimpje. Als het goed is, staat dat rechtsboven in je scherm, Geert. Hè, dus, maar het duimpje en het gewoon in de chat mag ook prima. Hoor. Dat is helemaal goed. De essentie is leren, zie ik terug. Feedback geven om te kunnen leren. Het leerproces opvolgen. Growth mindset stimuleren. De student weet waar die staat. Het is gericht op ontwikkeling. Student ondersteunen in haar of zijn ontwikkeling. Ja, leren op maat. Het gaat heel veel over leren. Hè? Dus de essentie van formatief evalueren is leren. En als je dat dan toevoegt op de volgende vraag. Wat is voor jou de essentie van formatief beslissen? Dan komen we ook bij een beetje het verschil tussen evalueren en beslissen. Wat is dat voor jullie? En ik vind de zin van Karen, die houden we er ook in vast. De studenten spelen bewijs positief toetsen en het leerproces begeleiden. En wat is dan de essentie van formatief beslissen? Appreciative inquiry, ontwikkelingsgericht werken, sturing geven. Oordelen, hè? Dus nu, van als het gaat over beslissen, als ik nu de chat een klein beetje volg, gaat het meer over oordelen bij het beslissen, beoordelen, en gaat het bij evalueren meer over leren. Hè, bepalen of de student een volgende stap kan zetten, een oordeel geven, volgende stap in het leerproces duidelijk maken. Ja, dat zijn mooie opbrengsten volgens mij. De student staat centraal in je doseren. De student krijgt sturing. En dat vind ik een hele mooie zin ook. Van Mireille. De student staat centraal in je doseren. En eigenlijk vind ik dat een hele mooie inzicht. Want je bent aan het doseren. Je bent aan het lesgeven. Je bent die student aan het meenemen richting de vervolgstap in het ontwikkelen. En in dat proces staat de student centraal. Dus je gaat proberen gegevens van die student te verzamelen om de beslissing te nemen, wat is mijn volgende stap? Even weer terug, hè, waarom gingen we dat ook weer doen, dat formatief evalueren? En dan, ik had even die tekst zwart moeten maken, want dat is lastig te zien, zie ik. Maar de student weet niet waar hij staat, hè, dus als de student niet weet waar hij of zij staat in het hele leerproces, dan is formatief evalueren een belangrijke stap. Als de student niet weet wat de volgende stap is, dat staat in dat middelste blokje, is het ook belangrijk om die volgende stappen aan te geven. We zitten nu in fase 3 van het leerproces. We hebben een ingewikkeld concept. Dat concept bestaat, of die procedure bestaat uit 8 stappen. We zitten nu in stap 3 en we gaan naar het eind toe. Dus als je een jaarrekening opmaakt, we gaan een jaarrekening maken en we zitten nu bij de balans om die op te maken. Je hebt daar ook nog een winst- en verliesrekening in, je hebt daar fiscaliteiten in en ik ben geen expert op dat gebied. Maar je zou zo een procedure kunnen maken van voorbeelden dat die student weet wat is de volgende stap in het opmaken van de jaarrekening. En in het derde blokje, wat heel slecht te zien is, daar staat het student kent het grotere geheel. En dat is misschien nog wel een van de grootste essenties, dat de student weet wat in het grote geheel belangrijk is om die volgende stap te zetten. Allemaal hele belangrijke informatie die de student weet. Hè. Dus de student weet waar hij nu vandaag staat in dat leerproces. De student weet wat de vervolgstappen zijn. En de student die kent het grotere geheel. En dat zijn allemaal belangrijke informatiebrokken die jij als docent graag wilt hebben in jouw doseren waarbij die student centraal staat. Die opmerking van Mireille, dat is een mooie essentie van dat formatief evalueren. Een vraag aan jullie voor in de chat. Mag ik op basis van formatieve evaluatie een cijfer geven? En wat is je argument? Dus hoort nou bij formatieve evaluatie een cijfer voor de student, ja of nee? Dus graag weer een reactie in de chat. Ga je cijfers geven aan die student?
En ik lees dan langzaam weer mee. En dan zie ik beter van niet. Wel een cijfer, maar lijkt me niet nodig, maar geen studiepunten. En dan waar de vraag is wat je bedoelt te zeggen met een cijfer. Liever niet. Nee, het is een begeleiding en geen toetsmoment. We doen dit wel, maar het lijkt me niet ideaal. Ik denk van niet. Ik zou het niet doen, want het slaat het leren plat. Liever niet, houdt het diagnostisch. Hè. Dus niet alleen een cijfer, alleen met motivering. Dus ik heb ook de indruk dat op basis van wat ik nu zo een beetje snel meelees in de chat, ben voorzichtig met die cijfers. Als ik jullie ook goed beluister en belees, zie ik dat jullie ook zeggen van nou, die cijfers die voegen niet zo heel veel toe. Wat is de waarde van een cijfer? Wat zegt dat cijfer? Weet dat studenten heel veel behoefte hebben aan die cijfers, omdat dat een referentiekader is wat ze hebben. Ik heb al eerder het boekje laten zien, Vijven en Zessen, van Adriaan de Groot, wat er eigenlijk een pleidooi is om heel terughoudend te zijn met een cijfer. Want een cijfer van mij, als ik een 7 geef, wil niet zeggen dat Marion ook precies die 7 geeft. Dus wat is de waarde van het cijfer? En het gaat natuurlijk veel meer over die kwalitatieve feedback. Het is een diagnostisch instrument. Het is kwalitatief, dus je wil weten wat heb ik goed gedaan, wat heb ik nog niet goed gedaan, waar gaat het in het begrip goed of fout. Maar het is niet zo dat je geen cijfers mag geven. Dat is eigenlijk ook de achtergrond van deze vraag. We horen vaak dat mensen zeggen bij formatief evalueren geef je geen cijfers. Op zich is er niet zo heel veel mis met die cijfers, met alle nuances die jullie nu ook in de chat hebben gegeven. Dus dat is een mooie aanvulling. Het cijfer alleen zegt niks. Het cijfer alleen is een soort ranking ten opzichte van andere studenten. Het gaat om de kwalitatieve informatie die je bij dat cijfer hebt. Hoeveel procent van die leerstof beheers je nu als student? Hoeveel procent beheers je nog niet? Dus dat is inderdaad een mooie nuance in het geven van cijfers. Maar nogmaals, het referentiekader van die student helpt wel heel erg om ze daarin mee te nemen. Dit onderscheid, dat hebben we eerder gemaakt. Dus als we in de fases van het leren, dan hebben we drie verschillende activiteiten waarin je onderscheid maakt en die elkaar aanvullen. Studenten leren zelfstandig. Dat kan vooraf zijn, dat kan achteraf zijn, dat kan ook tijdens je lessen zijn. Dat je ze zelf met een individuele opdracht aan het werk zet. Studenten leren van elkaar. Die rol van peer feedback, van discussie met elkaar, associëren samen, samen tot andere inzichten komen. En studenten leren van een expert. En die fases die kunnen in een kwartier binnen je les al afwisselend gebruikt worden. Dus het is niet zo dat het een voor is, de ander is na. Nee, dat is een aanvulling op elkaar. Nogmaals, als die studenten van elkaar leren, dan hebben ze een beetje hetzelfde cognitieve schema, wat ze heel erg goed herkennen van elkaar. Ze gebruiken dezelfde woorden en ze weten de kleine details die ze nodig hebben. Het risico daarvan is dat ze verkeerde aannames hebben, of dat ze verkeerde stappen zetten in het concept, die jij dan als expert graag wilt corrigeren, omdat ze anders verkeerde aannames gaan inleren. Dus die drie fases, hou die weer even scherp in de gaten, want het is belangrijk dat we die drie streeks aanvullen. Een volwaardig leerproces bevat alle drie deze elementen. En als je dan gaat kijken, wat zijn dan goede formatieve vragen die je de studenten kunt stellen om ze aan het leren te krijgen? Dus wat zijn nou goede formatieve vragen om de student zelf te laten nadenken? Hoe krijg je ze aan de slag? Dat ze niet zozeer van jouw concept leren, maar van hun eigen beeld en dat ze daar wat aan toevoegen. In het sociaal constructivisme, wat bieden ze nou aan nieuwe informatie? Of het cognitivisme is dat eigenlijk, want de student doet het zelf.
Fase 2 is meer sociaal constructivisme. Wat doen ze met elkaar om hun eigen kennis aan te vullen? En welke invloed heb jij als docent, als expert, om ze daar ook nog wat verder over na te laten denken? En in een eerder webinar in oktober hebben we heel veel formats gegeven. Kijk die ook nog even terug op Hulp met Online Leren als je die wilt zien. Heel veel formats gegeven van vragen die gebruikt kunnen worden. Wat is het verschil tussen A en B? Wat is de overeenkomst tussen A en B? Wat is een kenmerkend voorbeeld van een constructieberekening? Welke fouten worden met name gemaakt als we de volgende stappen zetten? Nou, allemaal van dat soort vragen die je daarin heel prima kan stellen. Dus zorg dat je een lijstje met vragen hebt, steeds in de lesvoorbereiding, waarin je kunt aangeven, dit zijn vragen om die student zelf te laten nadenken. Hè? Dus maak eens een schema, maak eens een woordweb, maak eens een mindmap, waarin je verder gaat nadenken over het concept jaarrekening, over het concept positieve gezondheid, over navigeren als zijnde in de zeevaart. Maak eens een mindmap over alle zomer- en winterkenmerken van loofbomen en probeer die student zelf aan het denken te zetten. Dus zonder vervolginterventie van jou als docent. Ga die mindmap met elkaar delen en laat de studenten samen nadenken. En dan kan je de vraag stellen, wat is het verschil en de overeenkomsten tussen jullie beider mindmap? En vervolgens ga je als docent kritische vragen stellen over de mindmap die ze dan samen gemaakt hebben. En zo kun je die drie fases in een les combineren. Even als voorbeeld. En dan wil ik dit proces met jullie doornemen en dat gaat over didactisch redeneren. We hebben het in de gezondheidszorg vaak over klinisch redeneren. Dus welke stappen zet je? Je zou het ook PDCA-cyclus kunnen noemen. Maar het is ook een cirkel van formatief evalueren. Let niet precies op de woorden. Maar je hebt een bepaald doel met je les wat je wilt nastreven. En dat doel dat staat centraal. We hebben het eerder gehad over wat is het effect van leerdoelen. Moet je die nou expliciet delen met je studenten? Maar jij hebt zelf een doel wat die studenten vandaag moeten leren. En stel dat ik docent biomechanica ben in een opleiding fysiotherapie, dan wil ik die studenten laten uitrekenen en laten beargumenteren. Als je een voorste kruisband aan je rechterknie hebt vervangen, dus je hebt een operatie gehad aan de rechterknie, en je gaat met één kruk lopen in de revalidatie, zet je die kruk dan aan de rechterkant of zet je die aan de linkerkant? En daar wil ik, dat is mijn doel dat ze daarover nadenken. Dan heb ik een hypothese, waar gaat dat mis? Waar in dat concept van redeneren maakt die student nou fouten? Waar hebben ze meer instructie van mij nodig? Waar moeten ze zelf over nadenken? Wat moeten ze in de voorbereiding doen? Dus zo formuleer ik die hypothese. En dan ga ik een interventie doen. En die interventie kan zijn een samenwerkingsopdracht. Of een literatuurstudie. Of een video. Of een uitgewerkt voorbeeld waarin ik de berekening geef van wat is de belasting op de knie als ik de kruk rechts zet, als ik de kruk links zet. En kan dat passend zijn bij die voorste kruisbandreconstructie? Hè? Even een voorbeeld uit mijn eigen achtergrond. Hè? Dus de interventie kan heel verschillend zijn. Hè? Dus ik kan een samenwerkingsopdracht, ik kan een uitgewerkt voorbeeld, ik kan een kennisclip opnemen, ik kan een Socrative maken. En dan ga ik naar het effect kijken. Is de argumentatie die die studenten hebben, snijdt die hout? Hebben ze daar de logische verklaring voor die ik ook denk dat zal hebben? En op basis van de evaluatie van de gegevens, waarschijnlijk krijg je dan drie groepen. Studenten die het volledig verkeerde antwoord hebben. Ik hoop dat dat de kleinste groep is. Studenten die al een heel eind in de goede richting zitten, maar de echte essentie en de samenhang en de volledige redenatie nog niet hebben. Corrigeer dat dan ook altijd, want we zijn in lessen nog wel vaak sneller tevreden dan in de uiteindelijke toets. En je hebt de groep studenten die volledig het goede antwoord hebben. En op basis van die evaluatie neem ik dan de formatieve beslissing om mijn doel bij te stellen.
En dat zijn belangrijke fases om deze hele cirkel af te maken. Ik kom daar zo meteen nog een klein beetje op terug. Dan weer een vraag aan jullie. Stel, je hebt 25 studenten bedrijfseconomie. En ze zijn allemaal goed voorbereid. Allemaal top voorbereid. En ze moeten de kostprijsberekening maken van wat kost nou voorraad hebben. Wil ik maximale voorraad? Wil ik gemiddelde voorraad? Wil ik heel weinig voorraad? En de vraag is aan jullie, wat zou je dan doen om erachter te komen dat die studenten de voorbereiding begrepen hebben? Dat ze de samenhang van die kostprijsberekening snappen. Dus even kort weer in de chat. Wat zou jij nou doen als interventie om te meten of die studenten jouw voorbereiding hebben begrepen? En Suzanne, er zijn echt opleidingen waar de studenten heel goed voorbereid zijn. Hè? Dus daar kunnen we echt van uitgaan. Ja, en dan zie ik, wat Dimitri geeft ze ter plekke een berekening met andere getallen, andere productgroepen, om te zien of ze het begrepen hebben. Een Socrative, testje laten maken, Kahoot, opdracht geven en kijken hoe ze die maken. Elkaar laten uitleggen hoe ze de berekening gemaakt hebben, vind ik een heel mooi voorbeeld om te gebruiken. Dat is echt, daarmee zie je ook productief dat die studenten aan de slag gaan. Maar de samenvatting van al jullie interventies die ik zo snel voorbij zie komen, een casus met andere vragen, met andere opgaven, een praktijkvoorbeeld laten maken, kostprijsberekening. De essentie is dat al die studenten in ieder geval productief zijn. Dus ze gaan productief aan de slag met die kennis. En dat is het, dus of dat je dat nou in een quizje doet, in een opdracht, in een uitgewerkt voorbeeld, studenten aan elkaar laten uitleggen hoe ze die berekening gemaakt hebben, die student gaat actief zijn. Dus, en daarmee krijg je gegevens boven tafel over de student die belangrijk zijn. En dan heb je dat gezien, je hebt die gegevens boven tafel gekregen en dan zie je dat 8 van de 25 studenten begrijpen niet de samenhang tussen de hoeveelheid voorraad en de vermindering van de eventuele winst. Wat zou je dan doen in het vervolg? Hè? Dus je hebt dat gezien, je hebt die Socrative gedaan, je hebt die argumenten uitgewisseld met die studenten, je hebt ze een andere opgave laten zien en je merkt, 8 van die 25 studenten weten niet de samenhang tussen te veel voorraad hebben en vermindering van de winst. Wat doe je dan? En dat mag weer in de chat. Dan zie ik extra instructie geven. Dan heb je meteen de beslissing, doe je dat dan aan de hele groep of doe je dat aan een beperkte groep? Dus alleen aan de 8 die het niet begrijpen. En wat laat je dan de andere studenten ook nog doen? Die andere 17, waar zet je die mee aan het werk? Dus dat is wat Miranda zegt, de 8 studenten extra uitleg geven. Dan heb je dus een formatieve beslissing te nemen. Wat doe ik met die overige 17 studenten? Waarmee zet ik die aan het werk? En hoe zorg ik dat die 8 het niveau van die andere 17 gaan inhalen. Ja, want je wil uiteindelijk dat al je studenten de samenhang tussen het hebben van voorraad en een kostprijsberekening en winst maken gaan begrijpen. Differentiëren, verlengde instructie, die zit in diezelfde hoek. Dus die verlengde instructie die zou heel prima kunnen zijn om ze inderdaad die samenhang aan te kunnen geven. Je kunt ook, en dat zag ik ook in de chat voorbij komen, die 17 die het wel begrijpen, 8 andere
het uitleggen. Dus gebruik die 17, de kracht van die 17, om die andere 8 erbij te halen. Je kan er ook nog een soort van wedstrijdje van maken. Deze les is pas een succes voor ons als we het alle 25 begrijpen. En beste 17, jullie hebben nu de taak om die andere 8 op het niveau te krijgen dat we allemaal de vervolg Kahoot of de vervolg Socrative kunnen maken. Mooie voorbeelden zijn erin. Hè? Dus dat kun je ook in zo'n bedrijfsspel doen. Hè, dus mooie vormen om die 17 die achterbij te laten pakken en zorgen dat je daar dan als docent weer bij aansluit. Maar dat zijn formatieve beslissingen die je dan gaat nemen hè, van hoe maak ik mijn vervolgstap. En dan als ik wat kritisch kijk van wat gebeurt er vaak in onderwijs en lessen die ik volg, is dat we van interventie naar effect en weer terug naar de interventie gaan. Hè. Dus dat die bovenkant van die didactische redeneercirkel eigenlijk wordt overgeslagen. We gaan te snel, zonder even goed te evalueren, en daarom is dat vakje nu natuurlijk leeg, door goed te evalueren, kijken naar wat levert dat nou die student op? En waar gaat het in het redeneren, in het samenhang zoeken, in de hoofd- en bijzaken, in de informatieverwerking, waar gaat het niet goed bij die groep van 8 studenten om de vervolgstap te maken? Dus een pleidooi om die hele cirkel toch echt ook af te maken en steeds weer met je collega's, misschien ook wel met je studenten, even een hypothese te maken van, goh, waarom is dit nou lastig? Waarom krijgen we dit concept nu niet helemaal in beeld? En ben niet te snel met nieuwe interventies. Soms is het juist zaak om de interventie die je had ingezet, hè, dus die opdracht maken of die casus maken, om die verder uit te diepen. En niet te snel weer de studenten naar verlengde instructie te brengen. Dus kijk heel goed, waar gaat het in de samenhang, in de hoofd- en bijzaken, in de informatieverwerking, in het reproduceren. Dus soms kennen ze wel het trucje en passen ze dat trucje toe. Sla niet te snel de stap weer over om weer iets nieuws te bedenken. Soms gaan we te snel naar iets nieuws. Even een andere vraag. En dan ga ik zo de stap maken naar Feedback Fruits, een tool die we hier heel goed voor kunnen gebruiken. Maar even een korte vraag om jullie weer even opnieuw te activeren. Wat is voor jou het essentiële verschil tussen formatief evalueren en programmatisch toetsen? En inderdaad is het soms handig om voorraad te hebben. Hadden we maar wat meer voorraad van vaccins op dit moment, hè, dan konden we volop aan de slag gaan. En had Maarten van Rossum ook niet zelf zijn vaccinatie hoeven te gaan organiseren, hè, waar veel gedoe over is gekomen. Is er een verschil? Dat is een goede vraag. Tussen programmatisch toetsen en formatief evalueren. En dan zie ik tijd en omvang. Het ene, dan neem ik aan, als het ontwikkelingsgericht bedoeld is, is het meer het leerproces. En bij programmatisch toetsen ga je naar een beslissing komen. Het aantal datapunten, vraagteken. Maar je ziet al aan de reacties, ook in de chat, die nu voorbij komen, dat het soms begrippen zijn die nogal dicht bij elkaar staan, die elkaar aanvullen. En ik denk, met alle nuance, dat mijn mening ook maar een mening is. Ik denk dat formatief evalueren een onderdeel is van het grotere geheel van programmatisch toetsen. Programmatisch toetsen leidt er uiteindelijk toe dat je een beslissing neemt over de studievoortgang van studenten. Mogen ze door naar de volgende module, mogen ze op stage, mogen ze door naar de hoofdfase, mogen ze door naar het tweede of derde jaar. Maar dat is het grotere geheel in het toetsprogramma. En formatief evalueren zijn zowel op lesniveau als op didactisch niveau, als op projectniveau en op studievoortgangsniveau, ben je steeds bezig om formatief te evalueren. Dus ik denk dat alle gegevens die je verzamelt met formatief evalueren een deelverzameling is van het totale toetsprogramma van programmatisch toetsen als je daarvoor kiest. Dus formatief evalueren levert datapunten op
En al die datapunten tezamen maken dat je uiteindelijk tot één beslissing komt als programmatisch toetsen. Voor wat het waard is, hè? Maar het is goed om dat soort onderwijskundige termen ook naar je onderwijsteam goed te vertalen. Wat verstaan wij er precies onder? Hoe definiëren wij het? En wat is de keuze die wij daarin maken? Met jullie goedvinden wil ik de stap maken naar feedback fruits. En dan weer graag een duimpje omhoog als je dat al gebruikt. En een duimpje naar beneden als je het niet gebruikt. Dus ik ben benieuwd wie van jullie, en ik moet even de duimpjes resetten. Dus rechtsboven in je beeld staat, als het goed is, zo'n duimpje. Wie van jullie gebruikt al de applicatie, de tool Feedback Fruits? Nou, dat is veruit de overgrote meerderheid die het niet gebruikt. Zoals bij iedere tool moet ik hier weer bij zeggen, stem met je organisatie af of dat je die mag gebruiken, ja of nee. Dus dat is een belangrijke aanname natuurlijk. Ik laat hem jullie zo zien, ik heb een instructiefilmpje en wat dia's erover. Maar stem met je organisatie af of dat je hem mag gebruiken. Ik heb een klein instructiefilmpje gemaakt over feedback fruits in MS Teams. Dus ik ga dat filmpje starten. Druk op de play-knop als hij niet automatisch start. En ik neem je heel even kort mee in het gebruik van feedback fruits.
En ik zie de vraag van Fineke in de chat. Hè. Is er ook een Nederlandstalige versie? Ik denk dat alle instructies in Feedback Foods Engelstalig zijn. Maar je kunt alle teksten die je naar de studenten deelt in ieder geval ook zelf opstellen en Nederlandstalig maken. Maar voor jou als docent denk ik dat het gebruik in het Engels is. Ik weet het niet heel erg precies, moet ik je ook meteen zeggen. Een ingewikkeld schema. Ik ga dat straks ook delen op hulp met online leren. En ik ga er nu wat op inzoomen. Maar dit is een beslisschema wat je hebt bij Feedback Foods, wat je kunt gebruiken om te beslissen welk onderdeel van Feedback Foods je wilt gebruiken. En je ziet al het asynchrone en het synchrone deel. Hè. Dat sluit ook weer mooi aan bij eerdere webinars waarin we dat verschil ook hebben benaderd. Maar stel je wil asynchroon leren, hè, dus de student doet dat zonder dat jij in de directe aanwezigheid bent. En ik wil dat studenten feedback krijgen. Ik wil dat studenten hun werk delen, hè, dat staat dan in het midden. Of ik wil studenten activeren om met het studiemateriaal aan de slag te gaan. Nou, stel je wil de studenten feedback laten ontvangen. En dan kun je weer kiezen van jou als docent of van andere studenten. Hè? Dus dan heb je weer die fase van leren van een expert, leren van een student. En nogmaals, ik ga dit schema straks ook delen. En dan kun je ook weer de keuze maken, wil je dat nou op ingeleverd werk of op vaardigheden? En dan staan daaronder met die symbolen, staan de verschillende keuzes die je kunt maken. Dus een hele handige tool met een beslisschema wat je kunt gebruiken. He, dus ik wil studenten hun werk laten delen, om feedback van de docent te krijgen, om feedback van peers te krijgen, of om een groepsdiscussie op te starten. En dan heb je weer de applicaties die daaronder staan, om die te krijgen. En dat is volgens mij een hele mooie manier om ook met elkaar te beslissen welke tool, welke interventie wil ik nu inzetten. Weer even terug naar die cirkel van didactisch redeneren. Wat is het effect wat ik heb? Welke evaluatie heb ik daarbij? En wat zou mijn hypothese zijn wat de vervolgstap moet zijn? Het hele mooie van Feedback Foods is dat het te integreren is in MS Teams. Dus het is AVG-proof als zodanig. Of dat jouw organisatie een licentie heeft of niet, dat is altijd ook weer een lastig onderdeel daarvan. Maar los van de exacte applicatie van Feedback Foods, is dit schema, dit beslisschema, alsnog een handig materiaal. Hè? Want als ik weer even terugpak op de webinar van vorige week over Nearpod en over Listen Up, ook deze onderdelen van zo'n interactief document, een interactieve video, als je wil dat je studenten geactiveerd worden in het bestuderen van lesmateriaal, je kunt ook deze onderdelen ook daarin toepassen. He, dus los van de zuivere applicatie Feedback Foods, die heel veel mogelijkheden biedt, Nearpod, Lesson Up, losse documenten, MS Forms, kun je ook heel veel van dit soort interacties doen. En dit beslisschema maakt het wel makkelijker om je interventie te plannen op basis van je hypothese die je gesteld hebt. Dus kijk nog eens heel goed in dat Feedback Foods als je dat kunt gebruiken. Verdiep je er eens in als je denkt van god, dat zou wel aardig zijn om ook in onze opleiding te gebruiken. Het is een hele mooie manier om studenten in de voorbereiding of in de bestudering van lesstof achteraf aan het werk te krijgen. En het is volgens mij voor mbo en hbo heel geschikt om te gebruiken. Maar we kijken vooral ook als docent zijnde in die cirkel van didactisch redeneren naar welke beslissingen kan ik nu nemen. Dit schema ga ik straks delen. Een laatste vraag op basis van dit webinar die ik jullie wil stellen in de chat. Wat is je belangrijkste takeaway uit dit webinar? Wat ga je hieruit meenemen? En ik zie dat Dennis Fineke belooft dat ik dat zo ga delen. Dat komt ergens in de loop van deze dag. Afhankelijk van de agenda om dat snel ook te delen. Maar wat is je belangrijkste takeaway? Wat neem je mee uit dit webinar? Hè? Dus even mijn formatieve evaluatie naar jullie. Wat neem je mee?
De vraag van Suzanne: kost feedback foods geld? Uiteraard, maar het zit ook in alle licenties van MS Teams. En voor de schoollicentie van MS Teams is volgens mij feedback foods voor onderwijsinstellingen gratis te gebruiken, omdat het in de surflicentie en wat is dat voor het MBO, heb je ook zo'n koepel van applicaties, daar zit dat in. Nou, ik heb jullie, als ik in de chat snel meelees, in ieder geval enthousiast gemaakt voor feedback foods. Komende thema uitwerken met peer feedback, een hele belangrijke volgens mij. Niet meteen een interventie doen, dankjewel Muriel. Een hele belangrijke. Goed onderzoeken. Interventie meer baseren op de hypothese, mooi. Daar ben ik blij om dat soort dingen te zien. Feedback foods uitproberen. Nogmaals, het doel gaat voor de tool. Hè. Dus de tool is handig, het is een fijne tool. Maar kijk vooral ook wat het je kan opleveren. Ga stemmen, Dimitri. Zeker, hè, daar zijn we het natuurlijk mee eens. Laat je stem horen. En ga kijken hoe dat je het in je les kunt integreren. Tot zover de verdieping op formatief evalueren en het gebruik van feedback foods. Nog even, de strippenkaart, laat dat je teamleider zien. Leg het even onder de neus van je leidinggevende als je denkt van, goh, we hebben het toch wel heel druk en we komen er niet aan toe. Laat hem zien, wij willen natuurlijk graag ingezet worden om jullie te ondersteunen. Het is laagdrempelig en kijk wat je daaraan kan doen. En de blik op de volgende week. Volgende week gaan we aan de slag met Energizers online. En de week erop het interview met Chip de Jong proberen we live, nou dat gaan we niet proberen, dat gaan we doen, live een webinar te doen in een tweegesprek over 100 podcasts over educatieve en onderwijskundige thema's. En wat zijn de belangrijkste inzichten die we daaruit meenemen. Een aantal van jullie zie ik vanavond terug in Vrienden van het webinar om 8 uur vanavond. Dan ga ik veel minder praten en dan ga ik vooral luisteren en kijken van wie zijn nou altijd die mensen die in de chat zijn. Ik hoop jullie volgende week weer te zien bij het volgende webinar over Energizers online. Ga stemmen en maak er een mooie dag van. Tot ziens en tot de volgende keer.